Hoe kan je de gedachten van anderen lezen? Vanuit Fuse in Brussel. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Kunnen we gedachten van andere mensen lezen? En hoe doen we dat? We kunnen inderdaad gedachten van andere mensen lezen en we hebben dat ook echt nodig. Als we een gesprek aangaan met iemand, het zou heel erg zijn als we geen idee hadden wat die andere persoon aan het denken was. Stel u voor, u heeft een date met deze persoon naast u en u weet totaal niet wat hij over u denkt. U wilt toch minstens weten of u een beetje aantrekkelijk of leuk bent of wat dan ook. Of u wilt samenwerken met iemand en u heeft totaal geen idee hoe die persoon de taak gaat aanvatten. Ja, dat wordt dan wel heel lastig. Dus wij gaan constant, de mens alleszins gaat constant gedachten lezen. Er zijn twee manieren waarop wij sociaal in contact treden en de anderen begrijpen. De ene manier is de lichaamstaal lezen. Daar ga ik het vanavond niet over hebben. De andere manier is dus gedachten lezen. En daar ga ik het vanavond wel over hebben. We noemen dat soms ook mentaliseren, de mind, de mentale toestand van iemand lezen. Nu, hoe doen we dat? Hebben we een speciaal zesde zintuig? Nee. We gebruiken onze gewone zintuigen, helaas. Maar we doen het wel met ons hersenen. En we denken dat het eenvoudig is, maar het is niet zo eenvoudig. Want er zijn mensen die dat niet kunnen, bijvoorbeeld mensen met autisme. Die hebben heel veel moeite in gedachten lezen. Dus ik ga eventjes uitleggen hoe het brein in staat is om gedachten te lezen. En daarvoor moeten we eventjes teruggaan in de evolutie van de mensensoort, terugkeren naar de mensapen, de apen enzovoort. En daaruit is gebleken dat eigenlijk de hersenen in de evolutie van de apensoorten en hun voorgangers altijd groter en groter is geworden. En dat is lineair, hing dat samen met de grootte van de groep, met hoeveel soortgenoten je in een groep samenwerkte. En de mens is een van de meest sociale wezens die op de aarde samenleeft. Geeft enorm veel voordelen. Je kan gezamenlijk grotere prooien vangen en verslaan. Je hebt een groter gebied waar je vruchten kan plukken. Je kan je leefgebied verdedigen. Daarvoor heb je allemaal sociale mechanismen en processen nodig om te gaan beslissen wie is goed voor de jacht en wie nemen we mee. Wie is goed om het dorp te verdedigen. Wie is goed in het plukken? Hoe gaan we dat allemaal organiseren? Zelfs tot op het punt dat je sofisticeerde strategieën moet gebruiken om te zeggen voor de jacht, zo goed is hem eigenlijk niet, maar hij houdt zijn vingers niet thuis. Dus best toch maar meenemen als we de vrouwen alleen moeten achterlaten. Dus dat zijn allemaal processen die plaatsvinden en die ervoor zorgen dat het brein groter is geworden. En om gedachten te lezen is er een speciaal stukje brein dat we hier eventjes gaan toelichten. En je ziet hier een stukje brein, dat is plastic, dus niet erg. En hier zie je de achterkant, je ziet dat daar ook. En hier de voorkant. En dat is het rechterdeel van het brein. En de achterdeel van het brein, dat is de visuele schors. Daar komt de visuele informatie binnen. En daar is één stukje dat heel bijzonder is en dat nagaat of er een biologische beweging te zien is. Biologische beweging, wat is daar nu zo bijzonder aan? Wel, biologische beweging is bijzonder omdat het verschil maakt met een fysieke, mechanische beweging. Stel je voor, een steen komt op je af, je berekent het traject, je stapt opzij, woef, gered. Vergelijk dat eens met een biologische beweging. Stel je voor, er komt een leeuw op me af, ik ga opzij en vroef. Dat gebeurt niet. Als die leeuw het op jou gemunt heeft, dan moet je zorgen dat hij iets anders doet dan gewoon opzij te gaan staan. Je weet dat die leeuw op jou georiënteerd is, of misschien op iemand anders, laat ons hopen. En jij moet gaan rondkijken naar een plek waar je veilig bent. Dat plekje dat we daarvoor nodig hebben, is een plekje dat ons oriënteert waarheen de leeuw naartoe gaat, dat ons oriënteert om te vertellen waarheen kunnen we vluchten. En dat heb ik voor het gemak het waarheen breingebied genoemd. De officiële naam is de temporoparietal junction, of zoals ik het soms zal zeggen, TPJ. Oké, wat zijn uw taken waarbij dat stukje hersenen van belang is en waar je die sociale oriëntatie kan zien? De eerst belangrijke oriëntatie is de zelf-ander-oriëntatie. En die heeft men eigenlijk een beetje per ongeluk ontdekt. Een bekende Vlaamse chirurg, de Ridder, die is geïnteresseerd in tinnitus. Dat is dat vervelende piepgeluidje die sommige mensen hebben. Daar worden ze soms bijna gek van en dan worden die mensen geopereerd.
Ze krijgen dan een elektrode ingeschoven die heel dicht bij dat gebied ligt. En na een aantal weken is die wonde genezen en gaat de chirurg aan het werk om die elektrode zo af te stemmen dat natuurlijk het vervelende piepgeluidje weggaat, maar de rest natuurlijk niet, of anders word je doof. Dus het is kwestie van heel nauwkeurig afstellen. En bij een van die patiënten was de chirurg bezig. Plots zegt die patiënt: "Hola, hola, hier gebeurt iets raar. Ik treed uit mijn lichaam. Ik zie mezelf daar liggen. Out of body experience." Chirurg in paniek, alle knopjes weer naar beneden. Ja, een keer opnieuw proberen. Hè. Weer op dezelfde plek, aan dezelfde volume. Ah, ik heb weer een out of body experience. Wat is daar gebeurd? Wel, eigenlijk wat ons brein doet, is een illusie maken. Wij hebben de illusie, en dat doet het brein voor ons, dat wij in ons lichaam zitten. Zeer krachtige, zeer goede illusie. Want als er iets rechts staat, dan gebruik ik mijn rechterarm. Staat er iets links, dan gebruik ik mijn linkerarm. Moet ik naar boven kijken, dan doe ik zo. Dat zou veel moeilijker zijn als ik zou denken dat mijn lichaam ergens anders is of dat ik ergens anders bezig ben. Prachtige illusie, maar als je met die TPJ aan het foefelen slaat, daarmee verkeerde dingen doet, dan wordt die illusie plots verbroken en dan denk je dat je uit je lichaam treedt. Het is ons brein die ervoor zorgt dat wij denken dat we in ons lichaam liggen en dat de anderen ergens anders zijn. Dus die TPJ maakt het verschil tussen onszelf versus de anderen. Eerste. Tweede punt. We gaan ons ook op anderen oriënteren. En een mooie illustratie daarvan is een game waarbij afwisselend gespeeld wordt tegen een pc of tegen een armtierige functionele robot, kleine korte armpjes, of een androïde robot, ziet er al wat menselijker uit, ofwel tegen een persoon, een mens zelf. En wat zie je gebeuren? Dat naarmate die robot meer en meer menselijk wordt, tot op het punt dat hij mens is, dat de TPJ veel actiever wordt. Als we tegen een mens spelen, een klein beetje tegen een androïde, dan denken we al van: wat is hij van plan? Wat zijn zijn intenties? Wat is de strategie? Dat is de tweede taak. Maar eigenlijk de sleuteltaak om te weten of iemand gedachten kan lezen, is of hij valse gedachten kan lezen. En dat is iets waar kinderen op jonge leeftijd het heel moeilijk mee hebben. Het duurt tot ongeveer 3-4 jaar eer kinderen dat kunnen. Valse gedachten lezen. Daarmee bedoel ik gedachten lezen die niet overeenkomen met de realiteit. En hoe doen we dat? Onderzoekers gebruiken daarvoor een variant, we zullen straks een testje doen, van de Sally Ann-taak. Ik zal dat onmiddellijk demonstreren. Sally legt een speelgoedje in haar mand en dan vertrekt ze uit de kamer. Anne is dan alleen in de kamer en stoute Anne denkt van: leuk speelgoedje, ik leg dat in mijn doos. Sally komt terug. En dan vragen we aan die kinderen: waar gaat Sally kijken naar haar speelgoedje? En veel jonge kinderen zullen zeggen: in de doos. Want dat is het laatste dat ze gezien hebben. Dus bij hen werkt het oude oriëntatiesysteem perfect. Zij hebben gezien van de mand naar de doos, hebben zich geheroriënteerd. Het speelgoedje van de ene naar de andere externe omgeving. Volwassen mensen of kinderen van een latere leeftijd, die worden iets slimmer, die beseffen, Sally weet dat niet allemaal. Wat zij dan kunnen, is iets nieuws dat alleen, bijna alleen mensen kunnen. Dat is de oriëntatie van de realiteit terugkoppelen naar hun eigen herinneringen. Zij gaan dus van extern oriënteren naar een interne realiteit oriënteren. En dan herinneren ze zich, Sally is toen vertrokken en die weet alleen maar dit. Dus Sally denkt dat het nog altijd in haar mandje ligt. Dus dat is eigenlijk een soort upgrade van ons oud breinsysteem dat kan oriënteren van links naar rechts of van rechts naar links, onder tot boven, in de externe omgeving. Mensen kunnen ook de stap zetten om te zeggen van: ik vergeet eventjes de realiteit, ik denk in mijn herinneringen en ik kijk naar mijn herinneringen. Dat is iets wat heel weinig andere wezens op onze planeet kunnen. En nu gaan we een kleine taak doen om u dat even te illustreren hoe dat gaat. Dat is een vorm van een experiment dat we ook aan de Universiteit van Brussel doen. En om dat eventjes gemakkelijk te maken voor ons, ga je, als het antwoord links is, ga je je linkerarm liften. Dat mag je nu allemaal eens doen. En als het antwoord rechts is, ga je een rebelse klop geven. Dan weten we wat het publiek overwegend denkt. Oké? Dus
links, rechts. Nu ga ik iets tonen. En een persoon gaat een speelgoedje zien, een balletje. En dan gaan er allerlei dingen gebeuren. Die persoon gaat weg of niet. En dat balletje springt wel of niet. En dan gaat plots het schermpje dicht. En pas dan mogen jullie zeggen links of rechts. Is dat duidelijk? Geen vragen meer. Dan gaan we nu eventjes proberen met de eerste taak die je kan zien op deze schermen. Ja, mag antwoorden? Rechts was het antwoord, voor zover ik me toch herinner. Het is ook een ware gedachte, want die persoon heeft alles gezien. Oké? Zo gaat het verder. Het wordt straks nog moeilijker, dus probeer het nu al goed te doen. All right. De volgende mag komen, nu. Ja? Antwoord maar. Het antwoord is links, klopt het? Ja, oké. Dat is een valse gedachte, want ondertussen was het balletje verschoven. Daar mogen we geen rekening mee houden. We gaan nog eens proberen. De volgende. Ja? Ja, iedereen begint het door te hebben. Goed zo, het begint te gaan. Ik denk bij de volgende, als ik me niet vergis, gaan we nu twee personen hebben. Dat komt goed overeen met de realiteit, want meestal in een gesprek hebben we niet één gesprekspartner, maar meerdere gesprekspartners die allemaal misschien toch wel een verschillend idee hebben. Dus laat ons nu voorstellen dat we twee personen hebben en op het einde gaat dan een vraagtekentje met één persoon verschijnen en vraag ik aan jullie te zeggen of die persoon links of rechts denkt. Oké? Dus we gaan nu twee personen zien. Rechts, ja, een ware gedachte. We konden alles zien en zij konden ook alles zien, die persoon. Het gaat dus moeilijker worden, let op. Hè. Het volgende mag nu komen. Ja, het is een ware gedachte, omdat die persoon het gezien heeft. De volgende nu. Ja, ja, perfect, perfect. Een valse gedachte van die ene persoon. We gaan nog eentje proberen, de laatste waarschijnlijk. Perfect, perfect. Al die mensen die nu links hebben aangeduid, dat zijn perfecte gedachtenlezers. Wat wij in Brussel ontdekt hebben, is dat die TPJ elke keer wanneer een van die twee personen een valse gedachte heeft, meer en meer actief wordt. Dus wanneer ze beide een ware gedachte hebben, kunnen ze zich gewoon steunen op de realiteit. TPJ, niet actief of zeer weinig. Van zodra een van die twee agenten een valse gedachte heeft, wordt hij meer actief. En wanneer ze alle twee valse gedachten hebben, dan wordt hij nog meer actief. Dus wat we hier zien, is dat we op deze manier door dat brein een verandering, een evolutie in het brein, meer kunnen dan vroeger. En we kunnen dat ook zien op het brein. Effectief door onderzoek is gebleken dat dat stukje, TPJ, twee delen heeft. Het voorste deel is het oude oriëntatiegedeelte. We zien daar die twee delen die we daarnet hebben besproken. En het voorste deel van dat waarheen gebied is het oude oriëntatiegebied. En het nieuwe gedeelte is het gedachtegebied, waar we dus leren van extern naar intern te oriënteren. Dus samengevat, mensen zijn door het feit dat ze sociaal zijn, enorm goede gedachtenlezers. Maar niet door een zesde zintuig, maar door een upgrade van hun hersensysteem kunnen zij gedachten lezen. Er zijn mensen onder ons die dat niet zo goed kunnen, bijvoorbeeld mensen met autisme, hebben daar heel veel moeite mee. En de TPJ zal ook minder actief zijn als we die onder de scanner leggen. Mensen met een antisociale persoonlijkheid die tonen zelfs minder breinvolume op die plaats. En die zullen ook veel kouder reageren ten opzichte van andere mensen. Wil dit zeggen dat alle hoop voor die mensen verloren is? Nee. Het blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat als je 8 weken mindfulness training doet,
dat dat stukje brein van de TPJ plots meer volume toont. Er zijn meer neurale verbindingen gemaakt. We weten nog niet of dat helpt, dat is iets dat we moeten gaan uitmaken binnenkort, of dat helpt om ook beter sociaal te kunnen redeneren en sociaal gedachten te kunnen lezen. Een van de zaken die we binnenkort zullen doen, is breinstimulatie. We gaan die stukjes brein stimuleren die belangrijk zijn om gedachten te lezen of andere sociale taken uit te voeren. En we gaan eens kijken of we daarmee die mensen tijdelijk of voor een langere tijd kunnen helpen om het beter te doen, om gedachten te lezen. Voilà, dat was mijn praatje. Dank u wel voor uw luistervaardig oor.